Mevrouw Els van Steen legt uit hoe men een dvd kan maken. Deze hobby van mij, die heb ik eigenlijk pas een half jaar geleden ontdekt. Ton, mijn man, die maakte al vaker foto's en dan met name tijdens de vakantie. En daar vulde hij aan met folders en kaarten en dan maakte hij daar dit soort albums van. Ik maakte daar teksten op de computer bij. En dan hadden we eigenlijk een leuk reisverslag van onze vakantie. Later ben ik ook zelf foto's gaan maken. En toen we zijn overgegaan tot de aanschaf van een digitale camera, toen ben ik eigenlijk begonnen met foto's op te slaan op de computer. Ook daar maakte ik teksten bij. En dan brandde ik daar een cd'tje van, zodat we de foto's later als een diavoorstelling op de computer konden bekijken. Maar een half jaar geleden, toen werd ik door iemand erop attent gemaakt dat je van dit soort stilstaande beelden ook hele leuke video-cd's en of dvd's kon maken. En dat leek me eigenlijk wel heel interessant. Ik ben toen op zoek gegaan naar een geschikt programma en ben uitgekomen op het programma ProShow Producer. Dat heb ik aangeschaft. Ik heb daar geen cursus in gevolgd, maar ik ben zelf aan de slag gegaan en heb me dat programma eigen gemaakt. Om de mensen een indruk te geven van hoe dit werkt, zal ik in het kort even laten zien en toelichten hoe je een dvd samenstelt. Je begint allereerst met de foto's op de computer te zetten. Eventueel breng je dat tekst ertussen en dan ga je de foto's opnieuw een naam geven. Vervolgens open ik het programma ProShow Producer en dan zie je hierboven de mappen waar die foto's in staan. Ik open die map en die foto's komen hierin terug. Vervolgens sleep ik deze foto's naar deze filmrol. En dan ga ik hier instellen hoe lang een foto in beeld moet zijn. 11 seconden, 15 seconden, 5 seconden. Hier ga ik effecten op de foto's inbrengen. En hieronder kan ik muziek achter de foto's brengen. Al werkende kan ik in dit beeldje steeds zien wat ik aan het doen ben. Want ik kan hem hier zelfs in het klein afdraaien. Dat is kort samengevat het samenstellen van een dvd. Als dit klaar is, dan sla je hem op om hier zelfs in het klein afdraaien. Dat is kort samengevat het samenstellen van een dvd. Als dit klaar is, dan sla je hem op. Als voorbeeld hiervoor gebruikt zij het 40-jarig bestaan van de KBO te Haren.
Vanuit de politiek zal raadslid Jan Leijten uitleg geven over de Kapucijnenstraat, de bouw op Slijkhoef 2 en de straatverlichting. Zoals jullie weten wordt de Kapucijnenstraat opnieuw gereconstrueerd. Ik ben als inwoner van Biezenmort heel blij dat dat gebeurt. Maar ook als raadslid zijn we blij dat de Kapucijnenstraat, en zoals iedereen weet de hoofdstraat van Biezenmortel, dat die onderhanden wordt genomen. Dat was ook heel hard nodig. Het straatwerk was echt, zoals wij in Brabant zeggen, hult en bult. Dus men zei wel, het slag uniek in Biezenmortel, drempels hebben we niet nodig, want de straat is toch al zo slecht. Hard rijden kunnen toch niet. Wat gebeurt er? Het belangrijkste is dus dat we een nieuwe straat krijgen met nieuw straatwerk. De bedoeling is ook dus dat die ingericht wordt voor 30 kilometer. En dat betekent dus dat er drempels komen, verhogingen komen bij kruisingen. Maar de weg wordt ook ietsje smaller gemaakt dan die eerst was. Veel mensen denken van dat is niet praktisch, dat is niet makkelijk. Maar het is toch denk ik heel belangrijk en heel zinvol dat dat gebeurt. Want je haalt daarmee wel wat snelheid weg bij het autoverkeer. Het betekent ook tevens dat je meer ruimte overhoudt voor een stukje groen langs de weg, tussen de weg en het voetpad. Want ook dat groen wordt ook helemaal vernieuwd. Er komen nieuwe bomen in, nieuwe struiken, plantages, noem maar op, tussen de weg en de voetpad. Dus dat wordt ook vernieuwd. Het wordt ook een hele groene straat, een hele mooie straat. En ook de voetpaden worden vernieuwd. Inclusief zelfs aan de noordzijde een stukje, aan de kant van de rotonde. Daar wordt zelfs nog een stukje voetpad bijgelegd. Dat wordt doorgetrokken tot aan de richting rotonde. Want daar was nu een stukje zand en geen voetpad. Wat verder heel belangrijk is, is ook dat we nu toch alles open was, dat we gescheiden riolering hebben aangelegd. En dat betekent dus dat je het regenwater scheidt van het afvalwater. En ja, dat is gewoon heel belangrijk naar de toekomst toe. We krijgen steeds hevige regenbuien, meer regenval in korte tijd. En als je dan het regenwater apart afkoppelt, dan heb je dus minder kans dat de riolen overvol raken en het riool het niet meer kan verwerken en het niet voldoende gereinigd wordt en het dus vervuild water in sloten loopt. Dus dat is op zich wordt ook meegenomen. En een ander punt is ook dat de waterleiding, want we hadden regelmatig storingen. De waterleiding wordt ook vernieuwd. Daar kan nu mooi mee gebeuren. Dus dat is op zich denk ik een hele mooie samenkomst dat het nu allemaal tegelijk kan. En als alles goed gaat en het ziet er goed uit, we zijn nu in de eindfase, heb ik gezien. Dan moet eind november, begin december, is de Kapucijnenstraat klaar. Dan hebben we weer een keurige, mooie nieuwe straat in Biezenmortel, in de gemeente Haren ook. Maar goed, jullie zijn er en in ieder geval zeer van harte welkom. En we zullen in een kort bestek proberen jullie mee te nemen in wat we tot nu toe hebben bereikt rondom Slijkhoef 2. Daartoe zal ik in eerste instantie een presentatie geven. En die presentatie die zal gaan, misschien kun je even de inhoud, ik sta al voor, over het bestemmingsplan, waar zoveel over te doen is geweest. Daar wil ik ook nog iets over uitleggen hoe dat allemaal is gekomen in het verleden. Ik vertel iets over de aanvullende onderzoeken die bij elk bestemmingsplan dan toch horen. En dit bestemmingsplan dus ook. Ik ga daarna in op wat heet de aanpassing van de kaveling. Afgelopen 9 oktober is er een informatiebijeenkomst geweest over de woningbouw in Slijkhoef Biezenmortel. Als alles volgens planning verloopt, start het bouwrijp maken in april 2008. Begin 2008 wordt dan een aanvang gemaakt met de uitgifte van grond en of de woningen. Ja, wonen is een hekelpunt in de gemeente Haren, zoals iedereen weet. En de gemeente heeft ook als speerpunt gemaakt in het beleid de komende jaren. Er moet gewoon gebouwd worden. Het is geen goede zaak, daar zijn we het allemaal over eens, dat er zo lang niet gebouwd is. En we zijn daarom ook heel blij dat het eigenlijk nu toch concreet is, dat we nu kunnen gaan zeggen in Slijkhoef 2, dat kan gebouwd gaan worden. Heel frappant is, we hebben ook laatst nog een informatiebijeenkomst gehad in de Vosselaar voor de inwoners van Biezenmortel. Heel frappant en een beetje wrang was natuurlijk wel dat achteraf bleek
dat er al een goedgekeurd bestemmingsplan lag, eigenlijk 10 jaar lang. Dus waar men altijd op gewacht heeft en wat men wilde doen, een bestemmingsplan maken, bleek achteraf niet nodig. Maar goed, we kunnen beter vooruitkijken dan steeds terugkijken. En het betekent wel dus dat het bestemmingsplan dus klaar is. Eerlijk gezegd dus op initiatief van een aantal inwoners van Biesmorgen, die hebben dat gewoon onderzocht met een extern bureau. En de conclusie was, het bestemmingsplan was rechtsgeldig, is door de provincie ook bevestigd. En dat betekent dat we als gemeente, als gemeenteraad, een voorbereidingskrediet hebben beschikbaar gesteld. En er moeten nog een paar onderzoeken gedaan worden. En daarvan is eentje een beetje cruciaal en onzeker. Je bent als gemeente verplicht mee te werken aan archeologisch onderzoek. En dat zou kunnen betekenen als men tijdens het uitgraven bepaalde archeologische vondsten vindt, of men denkt dat er aanleiding is om verder te zoeken, dat het stilgelegd kan worden. Maar goed, dat moeten we afwachten. Maar zoals het dus nu naar uitziet, dan kunnen we dus begin 2008, dan kunnen we echt met het bouwrijp maken beginnen van de gronden. En ook het uitgeven van de gronden. Slijkhoef 2 zal in twee periodes gebeuren. 2008 het zuidelijk gedeelte van het plan. Daar zullen dus een elftal woningen komen. Het plan is iets aangepast ten opzichte van het originele bestemmingsplan. En dat heeft mee te maken dus dat we meer willen bouwen voor starters. En dat betekent ook dat er dus rijtjes woningen komen. 5 rijtjes woningen. En die stonden niet in het oorspronkelijke plan ingetekend. Maar goed, we vinden het toch belangrijker om meer woningen te krijgen. En woningen voor de doelgroep, dat is starters. Dus dat we het plan iets hebben aangepast in die zin dat er ook rijtjes woningen komen. 2 onder één kap, dus 4 woningen. En nog een tweetal vrijstaande woningen. Daarna in 2009, daar zijn ze nu aan het kijken, een stedenbouwkundig onderzoek. Hoe ze dat willen invullen, aan het intekenen. En in 2009, dus een jaar later, dan willen we de tweede fase afronden. Ook bewust in 2 jaar tijd verdelen, over 2 jaar tijd verdelen. Dat we ook natuurlijk de woningen een beetje gelijkmatig vrijkomen en niet allemaal in 1 keer. Want dat is nou het volgende punt waar de gemeente een ei over moet leggen. Is hoe je die woningen gaat toebedelen. Want zoals nu de regel is in het toewijzingsbeleid, betekent dit dat iedereen uit de gemeente Haren kan inschrijven op een woning. En degene die bovenaan de lijst staat, dus dat wil zeggen het langste ingeschreven staat, die krijgt voorrang. Mits hij natuurlijk starter is als het een starterswoning is. Er is wat discussie over en ook vanuit het college zijn er vragen over gesteld aan ons als gemeenteraad van, nou, wat is jullie mening? Denk eens mee. Moeten we het deze manier handhaven of moeten we toch mensen uit Biesemortel, omdat er al zo lang niet gebouwd is, misschien toch voorrang geven? Nou, dat is nog een discussiepunt waar we de komende maanden een beslissing over moeten nemen. Dus dat wachten we nog even af. Maar dat is op zich wel heel leuk. Maar nogmaals samengevat, we gaan dan bouwen in de Slijkhoef in 2008 en in 2009 het tweede plan. En dan hebben we in Slijkhoef 22 woningen erbij. Nou, en voor een dorp als Biesemortel is dat denk ik een heel mooi aantal. Ja, de gemeente Haren heeft besloten om het verlichtingsplan aan te nemen. Dat is een hele grote investering. Je praat over groot geld. Gelukkig laat de financiële situatie van de gemeente Haren toe om dat soort projecten weer op te pakken. Er komen de komende jaren er nog meer. Denk maar aan de fietspaden. Maar het verlichtingsplan, dat betekent dat dus in alle 4 de kernen de verlichting helemaal op de schop gaat. Dat is heel uitvoerig bekeken. Elk dorp, elk straat is bekeken. En met name verlichting is een beetje veranderd, want tegenwoordig is de sociale veiligheid is een zeer belangrijk aspect erbij. En ja goed, het spreekt denk ik voor zich wat we daarmee bedoelen. Je hoeft de krant maar te lezen en dan weet je wel wat er 's avonds en 's nachts links en rechts gebeurt. Dus sociale veiligheid is heel belangrijk. Het was heel hard nodig, want het was echt achterstallig. En dat betekent ook dat het verlichting flink wordt aangepast. Waar nodig is, komen er verlichtingspalen bij. Maar je krijgt ook een andere soort verlichting. Het oranje licht wordt vervangen door wit licht.
En wat je ook krijgt is een stukje energiebesparing. Dat vanaf 11 uur automatisch het licht wat gedimd wordt. Dus daarmee krijg je ook een voldoende licht voor de veiligheid, maar toch een besparing op de energiekosten. En dat zijn, nou goed, dat zijn moderne technieken die je nu ook mee kunt nemen. Dus al met al, biezenmortel, daar zijn we begonnen, daar zijn we klaar mee. Zo komen ook Helvoort, Haren en S aan de beurt. En nou, de verwachting is dat we dus in de loop van 2008 dat geklaard hebben. En dan zijn we ook met de verlichting. Dus weer helemaal bij de tijd. En dan kunnen we weer tegenaan. Want ik weet het niet precies, maar ik denk toch wel dat er de laatste 15 à 20 jaar niks meer aan de verlichting gedaan is. Dus wat dat betreft is het hoog tijd. Maar het is nu ook gebeurd dat we dat weer up-to-date hebben. Het verlichtingsplan en dus heel de straatverlichting in de gemeente Haren.
zomaar gefilmd vanuit een keukenraam. Lief, hè? De laatste restjes van de zomer worden opgesnoept. Zo, weer schoon. Dit was onze Hos TV-uitzending van oktober. We hopen dat u het leuk vond. Het was voor mij ook weer de laatste keer voor de presentatie. Dus ik wil erbij zeggen, als er iemand is die interesse heeft om hier te werken, als presentatrice of iets anders, dan kunt u ons bellen of mailen.